Wij zijn bezig met een volbrachte mindset. En dit is geen klein onderwerp in de Bijbel, hoor. Ja, het is een groot onderwerp voor gelovigen om in een volbrachte mindset te leven. Zie je? Gods plan voor jou en voor mij is dat we gaan leven in de volbrachte mindset. En dat vergt oefening. Dat vergt training. Ook ik merk het. Ik merk in mijn eigen leven dat soms zeg ik dingen en dat ik denk, ja, maar wacht even. Het is volbracht. En hoe lang preek ik niet? Dus ik begrijp het als mensen dit moeten leren. Maar je moet het leren. En ik zeg het je op een eerlijke wijze, opdat je ziet dat ook ik train en bezig ben met die dingen. Nu, ik wil je laten zien dat Jezus in het eigenlijk een volbrachte mindset heeft gehad voordat hij naar het kruis ging. Ik neem je mee naar Matteüs 8. Ja, Matteüs 8. Je mag het ook opschrijven, want het is goed om het te schrijven. Jezus heeft vooraf geloofd in het volbrachte werk. Jezus heeft vooraf geloofd in het volbrachte werk. Laat ons dat eerst opschrijven voor we naar Matteüs 8 gaan. Jezus Christus heeft vooraf, dat wil zeggen, voordat hij naar het kruis ging, heeft hij geloofd dat het volbracht was. Bizar, maar het is zo. Hij moest nog die verschrikkelijke weg gaan. Ze zouden hem martelen, ze zouden hem gezelen, kruisigen, bespugen, slaan, door een kroon op zijn hoofd plaatsen. En dat moest nog gebeuren. En dat was een verschrikkelijke route die hij zou gaan voor jou en voor mij. En weet je, voordat hij het in werkelijkheid gedaan heeft, heeft hij geloofd dat het al gebeurd was. Dit is bijzonder. Dit is bijzonder. Het was een heel moeilijk traject, een moeilijke weg. Maar zijn geloof was, het is gebeurd. En ik hoor iemand zeggen, toon het mij dan, Holder. We laten ons gaan naar Matteüs 8, vers 14 tot 17. Wat ik preek, moet ik kunnen bewijzen. Anders zijn het mijn gedachten. En mijn gedachten moet je niet geloven. Maar als het Gods gedachte is, moet je die wel geloven. En vergeet niet, zijn gedachte is hoger als jouw en mijn gedachte. Dus als je meer bouwt op jouw eigen gedachte als op Gods gedachte, wie denk je, in wiens nadeel denk je, is het? Dat is een multiple choice vraag hier. Met antwoord. Ja. Als jij jouw gedachte boven Gods gedachte plaatst, wie denk je komt in problemen? Niet God. Ik ben bang, jij en ik. Nou, Matteüs 8 vers 14. Dit is eigenlijk het begin van Jezus zijn bediening. Dit is niet vlak voordat hij naar het kruis ging. Dit was het begin van zijn ministry. In Matteüs 8 lezen wij, en Jezus kwam in het huis van Petrus en zag de schoonmoeder van Petrus met koorts te bed liggen. En misschien zit iemand nou ook te worstelen met koorts door het overwonnen virus. Nou, dan wil God je helpen. Zie je? Want toen was koorts een probleem en nu is koorts ook een probleem. Toen heeft hij geholpen en nu wil hij ook helpen. En er kijken mensen naar mij. Je hebt ingezoomd, je hebt ingetuned en je worstelt met koorts vanwege het overwonnen virus. Wij gaan geloven terwijl we dit behandelen dat de kracht van God naar je toe komt. Want wonderen gebeuren niet omdat ik langskom en mijn hand op je leg alleen. Wonderen gebeuren als je geloof activeert. Activeer je geloof. Je ligt op bed, je zit in de woonkamer. Ik zie iemand zelfs in een stoel zitten, je zit te kijken. Ik zeg je, activeer je geloof. Dat die koorts wijkt terwijl ik dit lees. In de naam van Jezus. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts te bed liggen. En hij vatte haar hand en de koorts verliet haar terstond. Dit was niet 3 weken later. Nee, hij vatte haar hand en de koorts verliet haar en zij stond op en diende hem. Dus als hij toen koorts kon genezen, kan hij koorts nu ook genezen. En meerdere mensen worstelen met koorts. Je bent besmet door dat overwonnen virus. God zet je vrij in de naam van Jezus Christus. En ik zet je vrij in Jezus' naam. Maar let op,
Want we zien dus hier dat hij de schoonmoeder van Petrus geneest. En laten we ons verder lezen. En het is mooi, hè? Als God haar geneest heeft, dient ze hem. Ze staat op en dient hem. Dat is netjes. Je hoort de Heer te dienen. Je hoort dankbaar te zijn voor wat hij voor je doet. Maar laten we nog verder lezen naar het volgende vers. Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot hem. Ik weet niet of je weet wat voor een plaatje dit is. Kan je voorstellen? Vele bezetenen bij elkaar. Nou, ik ben in een ruimte geweest in Pakistan jaren geleden met heel wat kreupele mensen. Nou, dat komt op je af hoor. En dit waren vele bezetenen. Dat is angstig. Want dat zijn mensen die zichzelf niet meer in de hand hebben. Die hun eigen reactie hebben. Je hebt geloof om al te blijven staan. Hallo, wij kunnen zo makkelijk over die dingen praten. Maar hier is de vorst van het leven. De vorst van het leven. Hij is geen seconde zenuwachtig. Hij kan het aan. En ik zeg, hij kan het nu ook aan. Hallo. Ik ben wel eens op plekken geweest waar ik heel wat bezetenen gezien heb. Nou, dan moet je echt gaan staan in geloven. Laat je dat vertellen. En Jezus had dit. Hij stond daar. Niet zenuwachtig, want hij is het antwoord. En dan staat er. En hij dreef de geesten uit met zijn woord, zie je. Hij legde ze niet eens de hand op. Met zijn woord zei hij eruit. Wat een power, wat een autoriteit. Hij dreef de geesten uit met zijn woord. En die ernstig ziek waren, genas hij allen. Dus hier zien we bezetenen vrijkomen. Wat een tafereel zeg. Iemand die eerst het helemaal niet in de hand heeft, is helemaal in de war. Geesten heersen in hun leven. Het andere moment praten ze gewoon. Andere moment zijn ze helemaal van die last af. Dat is jouw Jezus en mijn Jezus. Dat is jouw Jezus en mijn Jezus. En dan staat er, en die ernstig ziek waren, ernstig ziek. Dus je moet aan hele serieuze dingen denken. Die ernstig ongesteld waren, ernstig ziek waren, genas hij allen. Allen, dat laat hier, dit zegt iets van zijn liefde naar allen. Genas hij allen. Je gaat mij niet zeggen dat ze allen volmaakt waren. Maar ik geloof, ze hebben allen wel geloofd. God geneest je niet omdat je volmaakt bent. Hij geneest je en hij heeft je genezen omdat je gelooft. En dan staat er, waarom deed hij dit? Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja. Dat was 780 jaar voor dit moment. Toen Jesaja zei, Jezus heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Dit klopt niet, volgens logica. Want hij had die ziekte nog niet gedragen. Hij moest nog naar het kruis. Dit zou 3 jaar later gebeuren, ongeveer. Ik hoop dat je pakt wat hier gebeurt. Er staat, hij heeft onze zwakheden op zich, op dat vervuld zou worden, dat hij onze zwakheden, onze zonde op zich genomen heeft, en dat hij onze ziekte heeft gedragen. Geen van beide dingen waren nog gebeurd. Wie het vatte, vatte het. Het moest nog komen. Het zou zeker nog een paar jaar duren voordat hij had kunnen zeggen, ik heb het gedaan. Maar wat doet hij hier? Door zijn geloof gaat hij erin staan van het is gebeurd. Mijn vraag vandaag is aan ons, als hij dat zo gedaan heeft, voordat het volbracht was, hoeveel te meer moeten wij het doen nu het volbracht is? Ja. Dit is Jezus. Hij toont jou en mij de weg. Hè? Hallo, hij toont jou en mij de weg. Jezus is ons voorbeeld. Wij volgen Jezus. Paulus zegt, volg mij zoals ik Jezus volg. Dus ons voorbeeld is Jezus. En hier zien we dat voordat iets gebeurd is, hij het ziet als gebeurd. Och, het is nog niet gebeurd, maar hij zegt, het is gebeurd. Dat was zijn geloof wat eigenlijk hem hielp om erin te gaan staan. Dat het lijkt op Marcus 11, vers 23. Al wat je bidt en begeert, geloof je hebt het ontvangen en het zal gebeuren. Dus wat Jezus van jou en van mij vraagt, doet hij ook zelf.
Het moet nog gebeuren, maar hij zegt, het is gebeurd. Waarom? Ik dien een levende God. En God is de God van hemel en aarde voor de grondlegging van de wereld. Waren de dingen rond voor God? Bij God is geen tijd, ik ga in de tijd staan. Of je gaat in het volbrachte werk staan. De Bijbel zegt, 1000 jaar is als 1 dag bij de Heer. Dus Jezus is net 2 dagen gekruisigd. Als dat is de God die, je moet God begrijpen man. 1000 jaar is als 1 dag bij de Heer. Als 1000 jaar 1 dag bij de Heer is, ik ben het gaan uitrekenen, dan is 50 jaar 72 minuten. Dus mocht God jou 50 jaar geleden wat gezegd heeft, is het net 1 uur en 1 kwartier geleden. Hallo. Hallo, als God je 50 jaar iets gezegd heeft, voor hem is het alsof je 72 minuten geleden gezegd heeft. Ga het uitrekenen. Als 1000 jaar 1 dag is, 24 uur is, 1440 minuten, is 50 jaar geleden, is 72 minuten. Ik heb het heel goed uitgerekend, dus je hoeft niet eens na te doen. Nou, wat wil ik je vertellen? Dat is de God die je dient. En Jezus had dit geloof, hè? Jezus stapte eigenlijk uit de tijd. Met zijn geloof stapt hij uit de tijd, alsof het al gebeurd is. Daarmee bekrachtigt hij zichzelf in de geest. En God accepteert het, want hij geneest de zieken. En de boze geesten gaan eruit. Nu, je ziet dus dat Jezus zo'n volbrachte mindset heeft gehad, voordat het volbracht was. De vraag van de Heilige Geest aan jou en aan mij vandaag is, als hij het gedaan heeft, wat doe jij? De vraag van de Heilige Geest is, hij heeft het gedaan terwijl het nog niet volbracht was. Nu is het volbracht, we weten het. 2000 jaar geleden heeft hij daar gehangen en heeft dit bekrachtigd en heeft uitgeroepen, het is volbracht. De uitdaging aan ons vandaag is, hoeveel te meer moeten wij erin gaan staan? Want Jezus keek er naar toe, wij kijken terug. Jezus keek er naartoe en hij geloofde het. Man, wij hebben alle reden om te geloven dat de dingen volbracht zijn. Wie het vatte, vatte het. God wil zijn gemeente op een hoger niveau hebben. Als je naar school gaat, begin je in de basis. Groepen, de basisklas zeggen wij. En dan groei je op. Maar je blijft niet in de basis. En in het geloof is het hetzelfde. Je begint in je basisgroep. Maar God wil dat je opgroeit. God wil je op universitair niveau hebben. Oh. De Bijbel zegt het in Efeze hoofdstuk 4. Wij klemmen ons aan zijn woord vast. En we groeien in alle opzichten naar hem toe. Efeze 4 zegt het, hè? Wij houden ons aan de waarheid vast en we groeien in alle opzichten naar hem toe. Je moet gaan staan in het volbrachte werk en dan groeien de dingen van God. Ik heb je meer verteld, eten doe je door de mond. En vergeet alle kunstingrepen die er medisch mogelijk zijn. Normaal is eten doe je door je mond. Ik kan het op mijn voeten doen, wat denk je dat er met me gaat gebeuren? Ik kan het op mijn borst doen. Ik kan het in mijn oor stoppen, geef alleen maar problemen. In mijn ogen, in mijn neus, geef alleen maar problemen. Ik moet hem in mijn mond stoppen. Er zijn wetten die gehoorzaamd moeten worden. En dit zijn ook geestelijke wetten. En een geestelijke wet is, het is volbracht. Je zoekt een baan, wat God dan gaat, heb je je baan al. Maar als je in de modus blijft en ik moet nog een baan vinden, kan het heel lang duren voordat je het krijgt. Maar als je in de modus gaat staan van ik heb het Heer. En iemand zegt waar is het? Dan zeg ik zie het nog niet, maar ik heb het. Mijn vrouw en ik zaten tacos te eten in Scheveningen. Ik weet niet hoeveel jaar geleden. En we hadden God om een huis gevraagd. Want ja, we wilden toch een leuk huis hebben voor ons gezin. En waar we woonden, we waren dankbaar ervoor. Maar het was best gevaarlijk hoor. Als je naar beneden kwam, scooters en alles ging langs en met jonge kinderen. En God had me verteld toen ik door het Westland reed, je hebt het. En ik denk, wauw, maar hoe moet het nou? Dus ik zit te rekenen, heb ik het geld? Nee. Heb ik een oom in Afrika? Nee.
Ik heb zitten rekenen, echt, ik heb naar familieleden gekeken en het antwoord was nee, 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 nee. En ik raakte vast in mijn hoofd. Maar elke keer als ik door het Westland reed, kwam de geest van God op mij. Hij maakte me duidelijk van, ik heb je gezegd. Dus hoe ongeestelijk ik ook mocht geweest zijn, ik begreep dat. Elke keer als ik door het Westland reed en ik keek naar die mooie huizen, kwam hij over mij, dus ik wist dat ik het had. En we zitten tacos te eten een keer in Scheveningen. En we zitten in die tacos tent en we genieten van de tijd. En in één keer komt Gods geest zo indringend over mij, zo indringend, oh, dat ik alles om me heen vergat. Ik denk, God is hier. Heel indringend. Hoe willen weten waar ik over praat, de tegenwoordigheid van God? Hoeveel hebben Gods tegenwoordigheid wel eens ervaren? Nou, kijk naar die handen. Maar je hebt een intense aanwezigheid van Gods geest, dat je eigenlijk bijna niet kan staan. Hè? Dus ik denk, wat is hier aan de hand? En ik probeer te ontdekken wat hij me wil vertellen. Dus ik denk, misschien zit ik in een moeilijke tent hier. Dat het gevaarlijk is. Dus ik kijk om me heen, maar iedereen zat rustig te eten. Ik denk, dat is het niet. Ik zeg, Heilige Geest, wat is het? En dit is belangrijk wat ik je nou zeg. Je moet leren fine-tunen met hem. Als je constant blijft fine-tunen met de Heilige Geest, gaat hij reageren. Dus ik zeg, Heilige Geest, wat is het? En ik hoor in mijn geest, het huis wat je gevraagd hebt, je hebt het. En ik zeg, wilt u het bevestigen hier? Dus opnieuw komt hij. En ik keek mijn vrouw en ik zeg, we hebben het. Ze zegt, wat? Ik zeg, het huis wat de Heer beloofd heeft. Ben ik blij dat ze niet zei, waar? Want ik had niet kunnen antwoorden. Maar ze is ook een gelovige. Dus ze zei, prijs de Heer. En weet je wat? Precies wat God gezegd heeft, heeft hij gedaan. Dus je moet kijken naar wat God zegt. Hij zei, je hebt het. Maar ik zou niet weten nog hoe. Ik wist ook niet waar. Financieel zat het nog hartstikke moeilijk. Maar één ding wist ik. Als hij zegt je hebt het, dan heb je het. Wij moeten dit leren. Anders blijf je in het verleden of in de toekomst. Maar God wil je in het nu hebben. Bij de opwekking van Lazarus zegt Maria, als ik me niet vergis. Ja, als u hier geweest was. En dan zegt Jezus, ja, ik ben de opstanding in het leven. En dan zegt ze, ik weet het, dat u in de toekomst, hè, u bent... Jezus zegt, ja, maar wacht even, wat dan gaan er nu, Maria? Heel wat christenen zitten in het verleden en heel wat in de toekomst. Maar God wil dat je nu gaat staan in het volbrachte werk. O, Jezus. God is ons wat aan het leren hier, mensen. Oké, dus je ziet dat Jezus het volbrachte werk heeft geloofd voordat het volbracht was. Maar door zijn geloofshouding was het volbracht. En guess what? Dat heeft hem ook geholpen om het te volbrengen. Want hij heeft goddelijke patronen toegepast. En toen het moeilijk werd met die zweepslagen, met die doornenkroon op zijn hoofd en met de kruisiging, had hij dat ding al getackeld door zijn geloof. Het staat hier. Hij had het getackeld door zijn geloof. Zijn geloof heeft ervoor gemaakt dat de Heilige Geest, volgens Hebreeën 9 vers 14, hem de power gaf om naar het kruis te gaan. Ik hoop dat je dit begrijpt. En als jij je geloof ook activeert, zal de Heilige Geest jou ook helpen om te zien wat hij je beloofd heeft. En wat God je heeft toegezegd. En wat je erfenis is. Wij wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. Voor wie gelooft, zijn alle dingen mogelijk. Heb geloof in God. Je mag dit opschrijven. Ik ben zo blij hiermee. Dit is zo'n mooie serie, jongen. Dit is zo'n mooie serie. Je weet niet hoe ik de Heer dank dat hij me die serie heeft gegeven. Ik vind de Heer zo liefdevol. Ik zou hem wel eens een pom willen geven. Nou, schrijf op als je wil. Je gaat pas zitten als het werk klaar is. Dit is een bekend fenomeen, toch? Je bent aan het werken en doorgaans ga je lekker zitten, relaxed. Want als je gaat zitten en het werk is nog niet klaar, ben je nog niet relaxed, hoor. Maar als het echt klaar is, nou tijd voor een bakje en een plakje.
Ja? Of nog tijd voor dit, voor dat. Wanneer iets klaar is, je gaat zitten als het klaar is. Je hebt hard gestudeerd, je bent geslaagd. Poeh, ik ben geslaagd. Eigenlijk ga je zitten. Nu, je gaat rusten als iets af is. En ik wil laten zien dat bij God het hetzelfde is. In Genesis hoofdstuk 1, als ik me niet vergis, lees je ook. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was goed. En God rustte. Dat is het patroon. Hij zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was goed. En God rustte. Nu, daar zitten lessen in voor jou en voor mij. Wij moeten leren rusten in God, want Jezus heeft alles volbracht. Woehoe! Je moet leren rusten in het volbrachte werk, want het is volbracht. Nou, ik neem je mee naar Hebreeën hoofdstuk 8, om je te laten zien. Volg deze serie op de voet, hoor, want dit is materiaal. Maar ik ga een boek hierover schrijven. Dit ding moet vastgelegd worden voor Gods kinderen. In Hebreeën hoofdstuk 8 zien wij dat Jezus is gaan zitten. Hij heeft het volbracht op aarde, hij heeft keihard gewerkt en hij is gaan zitten omdat het volbracht is. Ja, en jij en ik kunnen denken dat het niet volbracht is, maar Jezus zit, hoor. Hij zegt, is done, is finished. Akaba, wie het verstaat, verstaat het. Let op, de hoofdzaak van ons onderwerp, en de Hebreeënbrief gaat over het oude verbond en het nieuwe verbond. De Hebreeënbrief gaat over het volbrachte werk van Jezus Christus. De Hebreeënbrief gaat over onze hemelse hoge priester die het werk volbracht heeft. En dan staat er hier in hoofdstuk 8, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulke hoge priester hebben. Dit is de hoofdzaak die gezeten is aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemel. Jonge, 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 jonge. Hij zegt, de hoofdzaak van het volbrachte werk is dat we een hoge priester hebben die zit. Hij is gezeten. Hij zit. Waar zit hij? Aan de rechterzijde van de troon van de heerlijkheid, van de doxa, van de kabot, van de glorie van God in de hemelen. Dus Jezus is nu omringd met heerlijkheid en glorie. Hij zit in glorie. Hij zit op zijn troon als de ultieme heerser. Hij zit op zijn troon als degene die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Whether you like it or not, dat is zijn positie. Whether you believe it or not, dat is zijn positie. Het staat hier, hij zit aan de rechterzijde van de majesteit, van de heerlijkheid in de hemelen, in de hemel. De troon, hij zit op de troon. Hij zit daar, waarom? Want hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Hij hoeft niks meer te doen. En dan staat er iets achter wat mijn aandacht getrokken heeft dit weekend. En ik weet, het gaat de Bijbelbestudeerders zegenen. En mensen die met de Heer willen wandelen, dit gaat je nou helpen. Dan staat erachter, de dienst verrichtende in het heiligdom. Maar dit is niet een dienst waar hij nog iets aan toe moet voegen. Het is een dienst wat vastzit aan het volbrachte werk. Ik hoop dat je dit begrijpt. Hij dient niet om jou nog te redden. Want daarvoor heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. Dus als hij hier moet dienen om jou te redden, klopt iets niet. Maar waar dient hij voor dan? Hier, de dienst verrichtende in het heiligdom, de ware tabernakel, dat is die tempel in de hemel, die de Heer opgericht heeft en niet de mens. En toen ik het las, dacht ik, Heer, wat voor dienst doet u dan? En hij zegt, lees wat er daarvoor staat, want het antwoord staat in de Bijbel. In Hebreeën 7 vers 25 zien wij de dienst die hij doet. Wauw! Hebreeën 7 vers 25 is het antwoord op Hebreeën 8 vers 1 en 2. Daarom zegt hij in Hebreeën 8 vers 2, hij verricht de dienst daar omdat hij die dienst al beschreven heeft.
In Hebreeën 7 vers 25 staat er: daarom kan hij ook volkomen behouden, dus totaal overwinning wat God aangaat, want hij heeft het ook totaal volbracht, hij heeft het helemaal volbracht, dus jij en ik kunnen rekenen op totaal overwinning. Hij kan ook volkomen behouden. Het woord behouden hier is het woord sozo, S-O-Z-O, met die streepjes erboven. S-O-Z-O. Dat is eigenlijk de rijkdom van je erfenis. En hij kan volkomen behouden wie door hem tot God gaat. Dus als je hem hebt aangenomen en je leert met hem wandelen, dan is hij jouw volkomen behouden, je volkomen redder. Dat wil niet zeggen dat hij je nog moet redden, je bent al gered. Maar hij wil dat je volkomen leeft in het volbrachte werk. En dan staat het antwoord erachter: daar hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Dit is de dienst. De dienst die hij doet in het heiligdom is om voor jou en voor mij te pleiten. En waar pleit hij voor? Dat wij het volbrachte werk zullen geloven, erin wandelen en functioneren door de kracht van de Heilige Geest. Oh, dit is zo mooi. Wat voor dienst doet Jezus in de hemel? Gebed dat jij wandelt, functioneert, begrijpt, gelooft wat hij voor jou gedaan heeft. Hij hoeft echt niet te zeggen: Heer, ik moet nog een offer brengen om mensen te redden. Dat is rond. Maar hij verricht de dienst opdat jij en ik ook in het volbrachte werk gaan staan. Dus de dienst die hij verricht is dat wij het volbrachte werk zullen geloven. Daar bidt hij voor. Daar bidt hij voor. Daar bidt hij voor. Daar pleit hij voor. Hoe denk je dat God jou helpt? Als je problemen hebt, helpt God je door openbaringskennis. Hoe denk je dat God je helpt? De enige wijze waarop God je kan helpen is door zijn woord aan je te openbaren. Want in dat woord zit jouw antwoord. Oh, het woord is zaad. En jij moet met het zaad werken. Als je problemen hebt, helpt God je altijd door zijn woord. Daarom staat er: wie het woord gelooft. Maria zei: mij geschieden naar uw woord. Ja, Jezus leefde bij het woord. Jezus had drie krachtige wapens in zijn leven. Schrijf het op als je wil. Drie krachtige wapens. Dat is het woord van God. Dat was alles voor hem. De Heilige Geest en zijn geloof. Drie krachtige wapens. En jij hebt ze ook. Hij had het woord van God. Dat nam hij heel serieus. Hij had de Heilige Geest. Die nam hij ook heel serieus. Hij luisterde naar hem. En ten derde, hij activeerde zijn geloof in het woord. Daarom staat er ook in Johannes hoofdstuk 5, vers 19 en vers 30 in de buurt: ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. En ik zeg wat ik hem hoor zeggen tegen mij. Dus jouw antwoord is het woord van God. Hij genas hen door zijn woord. Hij bevrijdt je door zijn woord. Dus je moet leren het woord van God te geloven. Ik hoop dat je dit begrijpt. Hoe helpt Jezus iemand die ziek is? Hoe komt genezing tot je? Door zijn woord te geloven. Hoe helpt Jezus jou als gevaar dreigt? Door zijn woord te geloven. Psalm 91 is voor mensen die het woord geloven. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Uw woord is schild en panzer voor mij. God helpt je door zijn woord. Het is echt niet zo dat God je helpt omdat je zielig doet. Oh Heer, wilt u mij helpen? Dat hij zegt: ach, die is zo zielig, ik ga hem helpen. Zieligheid is niet de basis waarop God werkt. Hij vindt het erg als je zielig bent. Hij heeft begrip voor je gevoelens. Maar hij zal je altijd porren: geloof nou het woord. Als je het moeilijk hebt, allerlei dingen komen op je af, dan zegt hij: vrees niet, geloof het woord. Activeer je geloof, ga op je geloofsbenen staan. De enige wijze waarop God jou en mij kan helpen, is dat we zijn woord geloven en de Heilige Geest vertrouwen. Er is geen andere weg. Dus als Jezus bidt en pleit aan de rechterhand van de Vader, dan is het dat we het volbrachte werk zullen, want er staat: hij kan volkomen behouden. Hij kan volkomen helpen. Maar dan heb je het woord nodig.
En dat is wat hij doet. Hij bidt dat we het volbrachte werk zullen geloven. Erin zullen wandelen, volbracht. En functioneren door de kracht van de Heilige Geest. En ik heb het al verteld, deze drie krachtige dingen in zijn leven. Het woord, de Heilige Geest en zijn geloof. En nou dit. Omdat hij zit, dit is zo'n mooie serie. Och, jongen, wat is dit ding mooi. Als het niemand zegen, zegen dit mij wel. Omdat hij zit, schrijf het op als je wil, moet ik ook zitten. Je bent een discipel, toch? Omdat hij zit, moet jij ook leren zitten. En je kan alleen zitten als je ook zegt, het is klaar. Want je gaat pas zitten als het klaar is. En jij moet leren zitten. En dat is geloven, dat is vertrouwen. Nou, omdat hij zit, mag ik ook zitten. Nou, je zal zeggen, Holder, waar haal je dat vandaan? Efeze 2, vers 6. Laat ons daar naartoe gaan. Efeze 2, vers 6. Jongen, wat is dit mooi? Wat is dit mooi? Wat is dit mooi? Wat is dit mooi? Efeze 2, vers 6. En God heeft ons mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Nou, de Nederlandse Bijbel zegt het op deze wijze. De King James zegt, and God made us sit together. Misschien kan de, ja, juist, hier is het. Ja? And het raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Dat lees ik niet in het Nederlands. Het Nederlands zegt, hij heeft dus ons een plaats gegeven. Maar de grondtekst, de gedachte is, jij zit ook. En has raised us up together. Toen Jezus opstond, zijn wij ook opgestaan. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Dus God heeft gemaakt dat jij ook kan zitten. Je zit in de salving en je zit in de verlossing. Oh, 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 oh. Je zit in Christ Jesus, je zit in de zalving, daar moet jij leren rusten. Het is volbracht, de zalving is op mij. Jij en ik moeten geloven dat iedereen en alles wat binnen ons bereik komt, beïnvloed wordt door de zalving op ons leven. Schrijf dat op. En juist de tijd waarin je nu leeft. De tijd waarin je leeft, je gaat naar de supermarkt, je weet niet wie positief is, wie negatief is. En je kan vol met angst en vrees naar die supermarkt gaan. Maar ja, je moet toch gaan, want je moet boodschappen doen. Activeer je geloof. Doe wat je moet doen. Neem de voorzorgsmaatregelen die ze hebben voorgeschreven in zo'n supermarkt. Maar activeer je geloof. Dat je zegt, everyone who comes within my range is being influenced by the anointing that's on my life. Zo was het bij Jezus. Hij raakte melaatse aan. Dat is nogal wat hoor. Hij raakte melaatse aan. Want die melaatse kwam dicht bij hem. Hij raakte hem aan. Je kan er makkelijk over praten. Maar jij moet proberen een patiënt aan te raken die besmet is. Kijk hoe iedereen je... Nou, Jezus raakt een melaatse aan. Dat had met zijn zalving te maken. Dit is voor mensen die met God wandelen. Ik zeg niet dat je alleen mensen moet aanraken. Maar als je met de Heilige Geest wandelt. En je leert je leven aan hem te onderwerpen. Moet jij geloven dat jij dingen beïnvloedt. En dat dingen jou niet beïnvloeden. Otamanka rabasandarabaya. Hij raakt hem aan. Door die zalving. Wauw. Ik lees niet eens dat hij zijn handen was daarna. Maar het is niet verkeerd je aan het te wassen. Maar Jezus raakt die melaatse aan. En de man wordt gezond. Wat wil ik je vertellen? Het is volbracht. Er is power. En jij moet geloven dat die zalving die op jou is, als die zalving dat effect bij hem had, wil God dat die zalving zelf de effect bij jou zal hebben. Want als het voor hem volbracht is, is het voor jou ook volbracht. Is dit... Do you understand what's taking place? Begrijp je wat er aan de hand is? Wees geen onverstandige christen. Wees geen zondagschristen. Wees een hemelburger en leef als een hemelburger. Ja, we zijn allemaal hemelburgers, maar we leven niet allemaal als een hemelburger. Leef als een hemelburger. Groei in deze dingen. En dan zegt de King James dus, and has raised us up together and made us sit
together in heavenly places. Waar zit je? Je zit in de zalving en je zit in de verlossing. Ah, daar moet je in gaan zitten. Ik ben gezalfd. Halleluja, het is volbracht. De zalving is op mij. Alles is onder controle. Vandaar dat hij zegt, vrees niet. Waar zit je in? In Jezus de verlosser. Ik ben verlost, halleluja. Deze wapens moet je gebruiken om de dingen om je heen onder je voeten te krijgen. Dit zijn lessen uit de hemel. Deze dingen moet je gebruiken om het werk van de duisternis onder je voeten te krijgen. Joint seating, samen zitten met hem. En laat ons vers 7 meenemen tot besluit. Want, wanneer kom ik door deze serie? Dat doet er niet toe, we gaan door, het is krachtig. Hoeveel genieten van deze serie, mensen? Wauw, dit is de Heer die investeert in ons. En dan zegt vers 7, want het resultaat van vers 6 zit in vers 7. Schrijf op als je wil, het resultaat van zitten met Jezus op de troon, dat het volbracht is. Het resultaat is vers 7 van Efeze 2. En wat staat daar? Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom, niet van zijn ellende, want dat heeft hij niet, niet van ziekte, want hij is geen God van ziekte. Niet van armoede. Hij is geen God van armoede. Niet van kapot gaan. Nee, hij wil in de komende eeuwen, vanaf het moment dat je gered bent. Want vers 6 praat over je redding. Hij heeft je mede opgewekt en mede een plaats in de hemelse gewesten gegeven. Dat is je redding. En vers 7 is de uitwerking van je redding als je leert zitten. Want vers 6 zegt, zit met hem. Geloof met hem. Geloof dat het volbracht is. En dan zie je de zegen hier van mensen die leren zitten. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom. De overweldigende rijkdom. Dat wil zeggen, je kan het niet eens bevatten met je hersens. Alles wat hij voor je heeft. De overweldigende rijkdom van zijn genade aan jou te tonen. Naar zijn goedheid over ons in Christus Jezus. Wat is dit mooi zeg. Vers 7 gaat alleen in vervulling als jij leert zitten. Vers 7 gaat alleen in vervulling als jij leert zeggen, het is volbracht. Want vers 6 zegt, hij zit. Hebreeën 8 zegt, hij de hoofdzaak van ons onderwerp is, hij zit aan de rechterhand van de glorie in de hemel. Efeze 2 vers 6 zegt, make no mistake, jij zit ook daar. Als hij zegt het is klaar, hoor jij ook te zeggen het is klaar. Hebreeën 7 vers 25 zegt, en daar bidt hij voor. Dat is de dienst die hij verricht in het heiligdom, dat jij ook wijs leert zitten met hem. Dat jij verstandig leert zitten met hem. Dat jij geactiveerd leert zitten met hem. Opdat je demonen overwint, ziekte overwint, zwakte overwint, vrees overwint, virus overwint. En wat er allemaal ook is, wij zijn de uitgeroepen heersers. Wij zijn geroepen om te heersen. Laat ons mensen maken naar ons beeld, opdat ze heersen. Dit is het verhaal. Dus je zie jezelf als een heerser, 24-7. Ongeacht je gevoelens, ongeacht wat het nieuws zegt, ongeacht wat mensen zeggen. God heeft je nooit geroepen om door het nieuws geleid te worden. Je mag je winst ermee doen, maar God heeft je geroepen om door zijn geest geleid te worden. God heeft je nooit geroepen om geleid te worden door omstandigheden. Je mag wel wijs zijn met omstandigheden, daar is niks mis mee. Maar je kan je leven niet laten leiden door omstandigheden. Dan hadden we deze doom nooit gekregen. Je moet je laten leiden door de enige echte Heilige Geest van God. En het woord van God en je geloof. Wauw. Puta raka, saka raka, soko maka raka handa. Ik moet stoppen, want we hebben straks nog een dienst. Maar man, ik zal je vertellen. Als je hierover gaat mediteren en gaat nadenken. Ja, we hebben vandaag een Engelstalige opname vanmiddag. Vandaar dat ik het zeg. Als je hierover gaat nadenken en je gaat dit toepassen in je geestelijk leven, dat het volbracht is, ga ook jij de glorie van God zien.
Efeze 2 vers 7 laat je de glorie zien. Om in de komende eeuwen, dat is vanaf nu. Vanaf het moment van je redding. De overweldigende rijkdom. Oh, ben je niet blij hiermee? Maar als iemand jou zou zeggen, ik heb 100.000 euro voor jou ergens. Wij zouden hemel en aarde bewegen om het te krijgen. Nou praat ik niet over 100.000 euro. Ik praat niet over 1 miljoen euro. Ik praat niet over 1 miljard euro. Ik praat over iets wat groter is dan dat. De overweldigende rijkdom van Gods genade en Gods goedheid. Dat is geestelijk, is materieel, is tot in alle eeuwigheid voor jou weggelegd. Is jouw erfenis. En dat wil hij over ons tonen. Maar dat kan hij alleen aan ons tonen en over ons tonen. If you learn to say, it is finished. Het is volbracht. Ik heb mijn baan al. Mijn kinderen zijn al gered. En ik heb onderwijs hierover gegeven afgelopen woensdagavond. Dat bidden en proclameren samengaan. Eerst bidden en dan besluiten, eisen, verklaren, proclameren. Die match moet je leren maken. Eerst bidden, richting zoeken, laten leiden door de geest van God. En dan opstaan en geloven het is volbracht. En besluiten, eisen, verklaren, proclameren. Het Engels is to decree. En to proclaim je decree, to declare, to dement. Mooi. To decree, to declare, to dement. Ik vind dat best wel mooi. To dement, to declare, to decree. Het staat in het Engels. En to proclaim. Halleluja. Nu, ik zou zeggen, pas dit toe in je leven. En zeg, ik ben een doorbreker. Ik heb tsunami doorbraak. Eigenlijk moet je niet te veel meer bidden voor tsunami doorbraak. Je moet zeggen, ik heb het. Ja, maar ik zie het nog niet, Holder. Wel, dat is een valse route. Ik heb het. Want ik heb het in Jezus Christus. Laat ons hoofden buigen met elkaar.